Maar laten we luisteren naar Van Dijk Silos, want zij gaf haar reactie op deze onfrisse zaak. De directeur van CBB is in de eerste plaats verantwoordelijk. Uit haar eigen voice note, als je het goed beluistert, bleek dat ze al regelmatig gegevens doorstuurde. Ze is een onverantwoordelijke directeur. Zij moet juist waken over de privacy van mensen. En Ricciano Santucci is de ene male onbevoegd om gegevens te vragen. Hij is niet de consul-generaal. En het is niet via de consul-generaal gegaan. En dan zal dat ook via een bepaalde procedure gaan. Dus de directeur CBB kan zeggen, niemand kan er vrij pleiten hoe men ook wil. Wat men ook denkt. Ze is verantwoordelijk en ze is corrupt. Het is niet de eerste keer. Ook met dat ding van de laissez-passer. Was duidelijk dat ze iemand is die favoriseert. Ze is geneigd alles, ook corruptieve handelingen te doen. Ten behoeve van de vicepresident, ten behoeve van de president, ten behoeve van de zoon van de president. Maar daar moet hij wel de bewijzen voor hebben, toch? Dat heeft ze zelf gezegd. Ze heeft het niet zo gezegd in de audio. Luister naar die audio. Surinamers luisteren slecht. Ze zegt ergens een zin. Ik heb je al vaker geholpen. Dus ze begreep deze apps niet. Die gekke apps. Maar als ik bijvoorbeeld een dringend verzoek heb als burger. En ik heb mevrouw Pokkie in de lijst. Dan is het toch normaal om te zeggen van, hey, Drico, zou je me kunnen helpen? Ik heb dringend een uittreksel nodig en het gaat moeilijk. Ja, maar je hebt dringend een uittreksel nodig voor jezelf. Dan kunnen ze een uitzondering maken. Dan is er niets van privacy schending aan de hand. Maar meneer Ricciano Santucci vroeg om gegevens van andere mensen. En ze mag niet eens bevestigen dat ze kloppen of niet kloppen. Ze mag niet eens gaan verifiëren, want hij is niet een bevoegd orgaan om haar dit te vragen. Ze heeft een autonome positie als CBB-directeur. Ze moet ervoor waken dat de registers goed zijn, dat ze correct zijn, dat die kiezerslijst ook correct is en dat de privacy niet geschonden wordt. En dat is belangrijk. En dat heeft ze niet gedaan, dat heeft ze nagelaten. Ja. En ze was alleen maar boos. Niet eens boos dat hij om iets heeft gevraagd. Ze was alleen maar boos om dat andere stukje dat we via een Photoshop-app iedereen gezien heeft wat die jongen daar schreef. Daarom was ze boos. Ze was niet eens boos om dat die jongen gedurfd heeft om er iets te vragen. Ja. Dat moeten we ook zien. We moeten de dingen goed analyseren. Waarom was ze boos? Waarom heeft ze een app gestuurd in een appgroep of naar mensen? Het is in ieder geval rondgegaan. Het was een woede om wat die jongen in die app schreef. Op dat moment toen die audio rondging, wisten we niet waarom. Toen het bij een ander medium was en het medium beschikte over de app-inhoud. En Ricciano ermee confronteerde en die loog. DTV bedoel. Dan hebben we gezien wat er eigenlijk in stond. Daarom was ze boos. Was ze niet boos om de juiste reden. Ja, maar we moeten natuurlijk... Ik vind het jammer dat mevrouw Pokkie niet wil praten, want het kan zijn dat er ook andere dingen zijn die haar boos gemaakt hebben. We kunnen niet zeker zeggen dat het sec gaat om die zin van je komt uit het bos en daar hoor je thuis en bla bla bla. Ik weet het niet. Ik reageer op wat in de pers is gekomen. Ja. Dat is het voorbehoud dat ik maak. Maar ik reageer wat naar buiten is gekomen. Ja, maar mag de zoon van de president de hele benadering van die jonge man van het kabinet van mijn vader en... Ik bedoel... Dat is een grote rommel. Dat is geen rechtsstaat. Die jongen is gestoord. Als je naar dat interview luistert, dan zie je dat hij ervan uitgaat. Omdat hij de zoon van de president is, mag hij iedereen bellen. En toen hij vastgelopen was, zei hij, ja, maar ik was ook beleidsadviseur. Maar ook een beleidsadviseur heeft geen bevoegdheden. Wat dit soort dingen betreft. Die moet alleen maar adviseren ten aanzien van het beleid. Hij heeft geen executieve bevoegdheden. En hij verbeeldt zich dat omdat hij de zoon is van de president, dat hij maar kan doen en bellen en doen en laten wat hij wil. En hij heeft als...
eigenlijk een soort heerlijke straf gekregen, want hij heeft de president vaker in problemen gebracht met zijn mond, met uitschelden enzovoort. Hij heeft hem gekalmeerd met een bankje in Miami. En vanuit Miami misbruikt hij zijn positie. En hij zegt het ook, ik moet toch mensen helpen. Dat is toch de rechtsstaat, ik ben de zoon van de president. Ik ben niet zomaar iemand. Hij denkt dat de zoon afstammeling van de president maakt. Dat je bevoegdheden kreeg. Hij zegt het ook. We zijn in een republiek, in een koninkrijk gaat het zo. In een republiek gaat het ook zo met de kinderen van de president. Something like that, zegt hij. Nou, dat geeft aan het gestoorde denken van deze figuur. En het gevaarlijk denken. Want we zitten met mensen op posten. Dat hebben we al lang geanalyseerd. En dat zien we al 3 jaren. Die denken dat ze op die posten zitten om partijpolitiek te begunstigen. En dat is mevrouw Pokkie ook. Ze zitten in de zus van de aap op, maar ze zitten in de coalitie. Dus ze moet de partij van de president moet ze ten dienste staan, begunstigen. Ten koste van haar eigen integriteit. Dat is de situatie in Suriname met al die geregelde mensen die zonder niveau op posten zijn geplaatst. Ja, maar kijk, ik neem het niet op van mevrouw Pokkie. Mevrouw Van Dijk. Maar mevrouw Pokkie is toch wel niet uit de hemel komen vallen. Toch? Het is iemand die CBB kent en die dus haar carrière daar langzaam aan heeft opgebouwd. Maar dat is niet alles. Je moet ook kijken, bij een profielschets behoort ook het karakter. Hoeveel fraude is er al niet geweest op CBB? We weten niet wie erbij hoort, want er wordt geen onderzoek gedaan. En dan praat ik niet over de laatste tijd, ik praat over de jaren heen. Dus jaren op CBB zegt mij niets. En als ik kijk naar de gedragingen nu, hoe ze met gemak gegevens doorspeelt. Want het gaat om de zoon van de president. Waarom wil ze niet bijvoorbeeld, om maar iets te noemen dat bij mij heel veel vermoedens oproept. Die ik niet ga uitspreken, want ik wil niet vervolgd worden wegens laster. Maar waarom wilde ze bijvoorbeeld de kiezerslijst niet aan OKB geven om een toets te doen? Het zal me niet verbazen als er bepaalde dingen gebeurd zijn op de kiezerslijst. En OKB het zo vinden middels het computeronderzoek dat men doet daar. En dat geeft al aan, dat is al verdacht. Ze is totaal niet transparant. En dat ding van dat paspoort, laissez-passer. Dat geeft ook veel te denken aan. En de paspoortenfraude die hebben plaatsgevonden. Ik zeg niet dat zij het is. Maar als je een dergelijk hoofd hebt die alleen maar denkt aan het begunstigen van coalitiepartijen. Dan zitten we wel met ons maag, met een ongeschikte persoon op die post. Dan mag ze 1000 jaar al zijn gegroeid in CBB. Maar ze heeft niet het juiste karakter. Het profiel ervoor heeft ze niet. Zo simpel is het. Ik erger me dat onze beleidsmakers gekke mensen zetten op posten. Zal je zo'n ongeletterde figuur, dat hoor je aan ze praten, dat hij ongeletterd is, totaal geen denkvermogen heeft. Hij kan zich niet eens inbeelden wat de staat Suriname betekent, wat de rule of law betekent. Zo iemand wordt op Miami gezet als een soort speciale afgezant. Dat is toch ook bribery, dat is toch ook corruptie? Als je als beleid hebt dat je ongeschikte mensen zet. En voordat je beleid falend, je buitenlands beleid is falend en hij zet zijn vader helemaal in de hemel nu, omdat hij een kruimeltje heeft gekregen om een speciale afgezant te zijn in Miami. Die jongen is compleet instabiel. En zolang zijn vader niet deed wat hij deed, begon hij uit te schelden, begon hij allerlei dingen op de radio te zetten. Als het maar een kind was, had hij stevig pakrammel gehad, hoe oud hij ook was. Heeft hij middels deze hele toestand, en dan wil ik niet eens zeggen zijn vader, want anders gaan we dus mee in wat hij in zijn gedachtegang. Maar brengt hij als zoon van de president, brengt hij het staatshoofd in een moeilijk parket? Natuurlijk is het staatshoofd in een moeilijk parket. In elk volwassen land was het staatshoofd al afgetreden. Om dit ding? Om dit ding, ja. Wat je zoon daar bekend maakt.
En dus wat je hebt toegelaten al drie jaren. Ik heb die jongen op allerlei posten gezet. Dan bij VP, Ronnie Brunswijk is een godheid voor hem. Dan ben je op het kabinet. Allerlei dingen zijn gebeurd. Dan nu naar Miami als slotcadeautje voordat de verkiezing er is. Hij moet aftreden. Hij moet consequenties dragen voor de gevolgen van gedragingen van volwassen kinderen. Zijn volwassen mensen. Ja. En dat is dus wat de moraal en fatsoen in dit land. Niemand ziet het als vanzelfsprekend dat je moet aftreden. In een ander land was het onmogelijk, moest hij weg. Ja, ik heb ook begrepen dat in de afgelopen week uw bloedstand ook behoorlijk is gaan toenemen vanwege dat heel gedoe rond grondroof en de jonge man die dus vastzit en die dus via zijn moeder heeft laten weten dat hij eigenlijk opdrachten heeft uitgevoerd van DNA-lid Jogi, althans verzoeken heeft gehonoreerd. Ja, is ook weer een van die schapen die gezet is op posten om te doen wat men hem zegt. En bij dat geval is natuurlijk iets anders, hè. Jong is een student biologie, dus hij heeft hersenen. We kunnen niet zeggen dat hij compleet onnozel en debielig is geweest en zomaar dingen heeft getekend wat hij niet weet. Hij is biologie student, dat wil zeggen hij heeft de capaciteit van minstens middelbaar scholier denkniveau. En hij had moeten weten, maar hij was bang, hij zou zijn baantje verliezen. Dat is waarschijnlijk de pressie die uitgeoefend is. Van als je het niet doet, verlies je baan. Ik heb je geregeld, je moet dit doen, je moet dat doen. Dat heeft hij een brave jaar of zo gedaan. En waarschijnlijk door de uitspraken van parlementariër Debbie, die ook op grond beschikkingen, uitreikingen was, dat die beschikkingen niet uitgegeven moesten worden, is dat ding een beetje aan het rollen gekomen. En anders hadden we waarschijnlijk niet zoveel gehoord. Maar dat neemt niet weg dat Jogi die jongen gewoon misbruikt heeft. Want hij zegt ook, ik ken hem niet, maar ik help zoveel mensen. Ook weer dat achterlijk denken van Richano komt naar boven drijven bij Jogi. Ik ben parlementariër, ik moet mensen helpen. Ik ben van het district Saramaka, dus ik moet de mensen van Saramaka helpen. Jogi weet niet eens als ervaren parlementariër dat hij voor de Republiek Suriname parlementariër is en niet voor een district. Gelukkig gaan we naar land evenredigheden zal er eindelijk een mindshift worden gemaakt. Je bent niet alleen voor het district, je bent geen resortraadslid of districtsraadslid. Je bent van de Nationale Assemblee. En dat weet de ervaren parlementariër die volgens mij voor de vierde keer in het parlement zit, nog steeds niet. En dat geeft aan hoe structureel die corruptie is, hoe structureel friends and family policy is. Het is alleen zwaar manifest geworden bij deze regering. Omdat ze het zo schaamteloos waren om het openlijk te doen. En dan ook dachten dat het zou worden geslikt. Dat is het probleem. En daarom worden we ermee geconfronteerd. Maar wij zijn allemaal, het hele volk, zijn allemaal blind geweest voor wat er al die jaren wel ook gebeurde aan friends and family en dit soort bribery praktijken. De overheid gebruiken als opvangcentrum voor partijgenoten die nergens aan de baan zullen komen, want ze zijn niet hoog geschoold genoeg. Het wordt tijd dat dit soort dingen zwaar aan de kaak worden gesteld. Want dit soort, als er geen mindshift is gemaakt door politieke partijen, moeten ze niet aan de macht komen. Zo simpel is het. Ze mogen niet winnen. Om terug te gaan naar CBB, want we hebben het slechts geconstateerd en geanalyseerd. Maar wat moet er dan nu gebeuren volgens u? Moet er een diepgaand onderzoek worden ingesteld naar aanleiding van de uitspraken van Richano Santokki? Dus ik ga je eerlijk zeggen, ik geloof ook niet meer in die diepgaande onderzoekingen van minister Bronto. Allang vanaf paspoortzwendel is er diepgaand onderzoek, het is nog gaande. Het lijkt alsof die commissies zijn diepgaande onderzoeken alleen maar leiden dat er een soort vergietactie over het volk wordt kapot gemaakt. En iedereen vergeet de case, iedereen is gesust, laten we daarin niet trappen. Niks geen diepgaand onderzoek, de eigen audio beschuldigt zichzelf, is een bekentenis, begint er te ontheffen. Er is te veel ruis rondom deze directeur van CBB. Begin er te ontheffen,
begin de dingen te doen en begin erop toe te zien dat geen enkel bureauhoofd kwart daar weg. Dat heeft Feliciano zelf gezegd. Die heeft hem geholpen aan die gegevens die Bocchini wilde geven. Die moet ook opgedonderd worden. Die moet ook opgedonderd worden. En Feliciano denkt dat hij er daar gaat houden en Pocchi gaat daar weggaan. Nou, daar gaat het nou even niet om. Die jongen is instabiel, hij weet niet waar hij over praat. Maar de minister heeft wel de plicht zijn ministerie schoon te houden en te clean sweepen. En het gaat blijken dat hij totaal niet bereid gaat zijn om clean te sweepen. Want waarschijnlijk doet Pocchi ook dingen. U weet, ABOPL is een soort vervlochte eenheid. Dus wat minister zegt, zal ze doen. En de minister zal haar blijven verdedigen, want ze doet allerlei dingen waarschijnlijk voor hem. Ja. En dan komt er een diepgaand onderzoek en er gebeurt weer niets. Maar u valt over het handelen van mevrouw Pocchi. Aan de andere kant, mevrouw Silas, kan het ook zijn dat er een heel scenario wordt opgezet om het ministerie van Binnenlandse Zaken, het heel bolwerk met CBB ook, over te nemen. We weten dat de VAP daar heel, de VAP gaat toch daar heel gelukkig mee zijn als ze Binnenlandse Zaken ook onder hun boezem krijgen. Luister, de VAP had in de toekomst moeten kijken en niet alleen maar naar het presidentschap. Elke partij die de meerderheid heeft, moet ervoor zorgen dat bepaalde ministeries onder hun beleid zijn. Dan hebben ze invloed. Binnenlandse zaken hadden ze nooit mogen wetgeven, want die gaan de verkiezingen organiseren. Die heeft invloed op het ambtenarenapparaat. Maar ja, ze waren zo bezeten van het presidentschap dat alles als een soort waramboru is weggegeven. En dan nu terug, als het klopt wat je zegt hoor. Maar ik zie in dit geval. We willen beter praten. Maar wie geeft u de garantie dat deze excessen zich niet zouden voordoen als de VAP daar voor het zeggen had? Dat zeg ik niet. Ik geef kritiek op de op het scenario wat u me geschetst heeft. Als zou de VAP Binnenlandse Zaken willen hebben. En ik zeg, ze hadden het in hun macht, daar hadden ze maar vooruit moeten zien. En ik zeg niet dat het niet zou gebeuren. Integendeel zouden waarschijnlijk ook nog bang moeten zijn, want we weten allemaal waar de VAP naartoe gaat. En met hun Mennonieten en Haitianen gefleerd. En we weten het, we kunnen het begrijpen. Maar wat ik wil zeggen, had mevrouw Pocchi de audio niet rond, rondgestuurd, had ze die audio gemaakt, niet gemaakt, en het aan een vertrouweling laten horen of zo, en die zit waarschijnlijk rond gaan sturen, dan had ik niet zo'n harde mening over haar. Want ik luister verder dan alleen maar naar haar gescheld en haar boze toon. Ik heb me afgevraagd waarom ze zo boos is, maar ja, ik had op dat moment geen gegevens. Ze had het steeds maar over gekke dingen in de app. Ik denk, nou ja, waarschijnlijk heeft die jongen dat vies veel uitgescholden. Dat dacht ik hoor. Want je kon merken dat haar ego beschadigd was volgens haar. En die ene zin van die app is me opgevallen. Ik denk, aha, er is iets gebeurd. Je hebt alder wel deze corruptieve handelingen verricht richting Feliciano Santoki. En toen kwam die tv en toen zag ik al die dingen. En natuurlijk is het ongehoord dat die jongen zulke racistische opmerkingen heeft gemaakt. Maar dat is de enige reden waarom die app is gekomen. Hè? Als hij er niet in haar ego had aangetast. Als ze haar mond gehouden. En uit het DTV-gesprek blijkt ook dat Feliciano zich ook druk maakt over hoofd Quatta. En die moeten we niet vergeten. Het hoofd van Quatta Bureau heeft hem wel die gegevens gegeven. Die vrouw moet nu al ontheven zijn. En eigenlijk met ontslag. Want CBB is er niet om gegevens te verstrekken links-rechts aan allerlei burgers. Ze moeten onze privacy ook bewaken. Dat staat in de wet. Ja. En er zijn slechts bepaalde mensen die bevoegd zijn om gegevens van CBB te vragen.